Mohamed is een succesvolle student van ons, draait nu ongeveer 15k per maand. Ik voel me gewoon hetzelfde, maar ik heb wel een stapje voldaan wat ik wou doen, snap je? We zijn van plan om groter te gaan, dus. Ja, altijd groter en altijd meer. En een van de plannen die wij ook samen hebben is om de komende 3 maanden jouw product op Shopify te gaan aanbieden en daar nog met Facebook Ads keihard te gaan draaien. En als je 1 advies had voor iemand die nu vanaf nul wil beginnen met e-commerce of nu bezig is met Bol of bezig is met dropshipping via Shopify, wat is nou het advies, 1 advies, als je 1 ding mag zeggen tegen iemand? Goedemiddag iedereen, welkom bij een nieuwe podcast. Ik ben Paul van Sprundel, eigenaar van Ecom Elite. En hier is Mohamed. Welkom Mohamed. Welkom. Ik hoop dat alles goed met je gaat. We filmen dit vanuit Breda. Het is een vrijdagmiddag. En ja man, ik wil allereerst even vragen, hoe is het met je man? Gaat alles lekker? Mag gaat goed, prima met jou. Is een mooie vrijdag man, gaat geweldig. En super dat je er bent en hierheen bent gekomen. Ik ook, bedankt dat ik je ben vooruitgenodigd. Ja, tuurlijk man. Je bent altijd welkom. En Mohamed is een succesvolle student van ons. Draait nu ongeveer 15k per maand. En we gaan hier gewoon wat dieper in vandaag. Op zijn struggles en zijn wins en waar hij ongeveer naartoe wil. Blijf sowieso kijken, want in deze podcast geven we 3 gratis dingen weg. Ik geef 2 cursussen weg en aan het einde een traject. Dus blijf sowieso kijken voor de rest. En ik wilde even vragen man. Wat deed je eigenlijk voordat je met e-commerce was begonnen? Hoe was je jeugd een beetje? Kan je daar iets meer over vertellen? Ja, ik werkte altijd in dienst. Ik zat ook op school. Dus ik volg een BBL-opleiding. Nice man. Dus je wilde altijd, je vond eigenlijk werken voor een baas, vond je destijds niks? Ik vond het niks. Ik had altijd het gevoel om iets voor mezelf altijd te starten. Strijden man. En wanneer was het moment dat je dacht, ik ga nu voor mezelf beginnen? Hoe oud was je toen je begonnen was? Op het moment dat ik begon om aan mezelf te gaan beginnen, was het al op mijn 18e. 18e. En je bent nu 20? Nou ben ik 20. Oké, dus je bent nu ongeveer 2 jaartjes bezig. En ja, redelijk succesvol zeg ik het zelf binnen korte tijd. En ja, ik verwacht gewoon heel erg veel van jou. En dat zegt gewoon, je bent heel erg jong begonnen, toch? Zeker. En dat wil eigenlijk zeggen dat ongeacht hoe oud je bent, of welke leeftijd je bent, of welke achtergrond, of je nou VWO hebt gedaan of BBL, je kan altijd succesvol daarmee worden, man. En ik wil nog een vraag stellen, want je draait nu 15k per maand op Bol met 20-30% winstmarge, maar werk je daarnaast nog? Doe je nog een studie of doe je dit nu al fulltime? Ja, zeker. Ik werk nog in dienst. En ik volg ook nog mijn schoolopleiding, dus... Dus je bent druk bezig, man. Ja, en wanneer wil je gaan stoppen eventueel met je baan? Of heb je dat in je gedachten, dat je denkt van oké, ik wil zoveel k per maand verdienen en dan stop ik met baan of school? Of hoe zie je dat voor je? Ja, ik zie hoe ik dat zie. Het is zeg maar een bepaald bedrag. Dus, en wil je bedrag delen of... Het bedrag, dat weet ik nog niet, maar als ik mijn kosten kan verlossen, dan is het goed. Ja man, want je draait nu al supergoed en eigenlijk nog steeds, wat ik vooral bij Mohamed zag, hij is in het begin bij mij begonnen. En dat wil zeggen dat iedereen succesvol kan worden, maar hij stelde gewoon heel veel vragen en hij haalde er gewoon alles uit. Dus hij was elke dag ermee bezig. En dat is ook wat het kost om in ieder geval succesvol te worden, man. Dus je wist al dat je dit voor de lange termijn wilde gaan doen, toch? E-commerce. Klopt, niks gaat snel. Niks gaat snel. En snel geld, dat ben je ook weer snel kwijt in principe. Je moet sowieso tijd investeren. Dat is belangrijk. En je moet serieus aan het werk gaan. Met zin, niet met tegenzin. Ja man. En waarom ben je in e-commerce gestapt en niet bijvoorbeeld ander businessmodel, crypto of YouTube Cash Cow? Er zijn zoveel businessmodellen tegenwoordig. Waarom heb je voor e-commerce gekozen? Omdat ik er potentie in zag. En dat online verkopen... alleen maar groter en groter. Elk jaar worden e-com sales alleen maar groter en groter. Klopt, zeker. En je draait nu al op dit moment, in de afgelopen maand mei, al 15k per maand. Ja. En eigenlijk zijn we dat naar het opschalen, omdat je dat richting 50k, richting eind van de maand, eind van het jaar gaat draaien. Dat we dan natuurlijk Kerst en Sinterklaas hebben. Ja. En dan is het heel belangrijk dat je op tijd bent begonnen. En niet in november pas begint met dropshipping of met inkomen, man. Ja. En ik wilde even vragen, man. Je draait voor afgelopen maand 15k per maand. Hoe voelt dat? Hoe kijk jij naar jezelf of naar die bankrekening als je dat geld van Bol bijvoorbeeld binnenkrijgt, omdat je verkoopt op Bol? Ja, ik ben een stapje verder, snap je, van mijn plan. Is dus, nog steeds met beide voeten op de grond of loop je gewoon anders door de winkel nu? Ik voel me gewoon hetzelfde, maar ik heb wel een stapje voldaan wat ik wou doen, snap je? We zijn van plan om groter te gaan, dus... Ja, altijd groter en altijd meer. En een van de plannen die wij ook samen hebben is om de komende 3 maanden jouw product op Shopify te gaan aanbieden en daar nog met Facebook Ads keihard te gaan draaien. Omdat op Bol heb je natuurlijk heel veel voordelen, maar je hebt ook wat nadelen. Zoals je weet dat mensen onder je listing komen, Bol pakt commissie, ja. Weet je. En eigen webshop ben je toch meer eigenaar. En dat zijn nog goede plannen die we hebben. En ik ben eigenlijk wel benieuwd, hoe heb je dat in korte tijd van 0 in januari naar 15k per maand gekregen, man? Hoe ben je daar gekomen? Wat zijn een beetje de stappen die je aan de mensen thuis kan geven van, yo,
hoe word jij nou ook succesvol 10k, 15k per maand met je bol business? Je moet er gewoon regels voor jou maken, strenge regels, weet je. Er zit veel buitenaf, mensen buitenaf, vrienden. Ja, dat je denkt van, hoe reageerden je vrienden en je ouders op alles wat je deed? Of weten ze het nog steeds niet? Nee, mijn vrienden niet, om eerlijk gezegd. Ze zijn mijn ouders, ze dachten ook van, ik zit elke dag op de laptop. Wat gebeurt er? Ja, wat gebeurt er allemaal, weet je. Maar op een gegeven moment, ik liet ze het resultaat zien. En zei dat is het allerbelangrijkste, want als je dat resultaat, en dan zijn ze ook heel erg trots. In het begin kunnen ouders natuurlijk niet supportend zijn. En dan wil je misschien niet vertellen van, joh, waar ben je mee bezig? Of waar geef je je geld aan uit? Want hun hebben natuurlijk andere tijd opgegroeid dan wij, zonder internet. Klopt. En ik wilde even vragen, want hoe voelde het toen je eerste sale had gepakt? Was dat met Bol of had je daarvoor ook al sales gepakt? Met Bol sales gepakt, ja. De eerste sale die ik had gekregen, ik voelde mij gewoon... Je voelde een mannetje of niet? Niet een mannetje, maar... Maar je was wel blij? Ik was blij, weet je. Dan zie je ook dat het gaat werken. Dan weet je ook van, hey, ik kan online geld verdienen, zeg maar. Ik weet nog, toen ik mijn eerste sale maakte, was postuurcorrector op Shopify dropshipping. Ik was zaterdagavond, ik maak gewoon mijn moeder wakker, 12 uur. Ja. Ik was verliesgevend op die campagne, weet je. Ik had eigenlijk niet eens iets verdiend, maar iemand had wel geld overgemaakt. En dan ga je in je hoofd denken van, oké, als één iemand dat kan 100 mensen dat, dan kunnen 1000 mensen dat. Klopt. En dan kan het allemaal groter, man. Met die mindset kom je ver. Dan kom je sowieso ver, man. En hoe kwamen de sales binnen? Was vanaf dag 1 ging het gelijk al keihard dat je nu op die 15k per maand zit? Of was het geleidelijk dat het bij jou met ups en downs ging met Bol? Ja, het gaat geleidelijk. Waarom? Omdat jij nog allemaal dingetjes moet regelen. Regelen en oppakken. Je gaat verbeteringen maken en van zulke dingen ga je leren. En jij gaf mij die stappen ook aan van hoe ik het moest doen. Ja, man. En wat ik ook vooral zag, je was ook elke week met coaching, heb je gewoon ingepland. Elke week coaching calls, je was bij de groepscalls. Je stelde veel vragen, dus je was gewoon proactief bezig, weet je. Ik heb jou gewoon de stappen gegeven, maar je moet jezelf ook credits geven dat jij tijd erin stopt. Want ik kan jou wel die stappen geven, maar als jij er niks aan had gedaan, dan had je geen resultaat, weet je. En dat is het hele ding. Klopt, zeker. En wat zijn je plannen een beetje dit jaar naast Shopify? Wil je e-commerce fulltime gaan doen? Of hoe zie je het voor je om verder je onderneming uit te breiden? Ja, ik wil fulltime in e-commerce gaan, weet je. En wanneer wil je fulltime in e-commerce gaan beginnen? Wanneer heb je een beetje dat moment waarop je denkt van, wanneer ga ik daar beginnen? Ja, zodra ik een bedrag verdien. Zodra dat bedrag er is, verdien, man. Dan gewoon uitbreiden naar eigen merk. Stel jij draait november 50k per maand. 20% winstmarge, je hebt 10k winst die maand. Ja. Zou je dan stoppen met je baan? Zeker. Ja, dan zou je kappen. Zeker wel. Maar je draait nu 15k per maand. Wanneer is dan dat punt dat jij denkt van, ik ga dan stoppen? Want nu draai je al wel een bedrag, je verdient waarschijnlijk meer dan iemand in een 9 tot 5 die 40 uur per week werkt. Klopt. Als ik die potentie zie, gewoon dat ik echt zie elke dagelijks, gewoon echt die dagelijkse bedragen, dat ze gewoon... Maar je draait nu dagelijks €500 per dag of zo, gemiddeld? Ja, soms wel meer. Soms wel meer. Heb je ook wel eens 1k dag aangetikt al? Ja, zeker. Die heb ik ook aangetikt. Hoe voelde die eerste 1k dag? Wat dacht je toen je €1000 in die... Je ontvangt gewoon bericht op je telefoon dat je bestellingen ontvangt. Oké. Maar nice, dat is ook van altijd keihard harde werk die je ervoor hebt gedaan. Dus daar moet je ook jezelf af en toe voor bedanken, weet je. Maar alsnog moet je doorgaan knallen. Je moet elke dag knallen, man. En een van de dingen waar wij ook heel erg op gefocust zijn, is die systemen en die consistentie. Dus elke dag sales pakken en hoe vind je nou winnende producten? Hoe maak je die titel? Hoe maak je die foto? Yes. Omschrijving? Hoe haal je het beste eruit? Hoe belangrijk denk je dat het is om zulke systemen te hebben, in plaats van iemand die gewoon alles op YouTube checkt en zomaar wat aankloot eigenlijk en zomaar van die wat pakt en van die wat probeert. Hoe belangrijk denk je dat het is om die systemen en die consistentie te hebben in je bedrijf? Dat is het belangrijkste, want je bent van plan om het in een lange termijn te behouden, weet je. Dus het is ook aantrekkelijk voor de klanten, want als ze zien dat het een goede listing is, foto's, video's, hoe jij zei, titels, omschrijving. Dat is ook weer de voordeel die de klant ziet en dan een bestelling zou kunnen plaatsen. Ja, man. Dus. En wat zag je eigenlijk nadat we de listings bij jou bij sommige producten hadden verbeterd, die je had ingekocht? Ging het toen beter, toen je de titel beter had gemaakt, foto's beter had gemaakt, omschrijving? Zag je toen meer bezoekers en meer conversiepercentage destijds? Klopt, ik zag beter resultaat. Ik kreeg meer bestellingen, meer bezoeken. Dus conversie was ook hoog. Ja, man. Ja. Sowieso trots op jou dat je van 0 naar 15k per maand bent gegaan, man. En heb je nog wat... mensen hebben altijd heel vaak doelen, je weet toch? Dat mensen denken, oh, ik ga dit jaar business starten, maar veel mensen doen het niet. Maar wat zijn nog jouw doelen voor dit jaar met e-commerce? Wat zou je nog graag willen bereiken?
Ja, mijn eigen merk branden. Ja, daar zijn we nu mee bezig. Shopify, daar zijn we al mee bezig, klopt. En dan opschalen. Max, ja, max. Max. Door het dak heen, door het plafond. Door het dak heen. Ja. Gek, man. En ja, je bent dus nu natuurlijk van inkoop naar branding gaan. En daar ga ik je natuurlijk ook bij begeleiden. Ja. En ik wilde nog even vragen. Wat had het voor jou betekend? Stel je voor, je had mij niet ontmoet en geen coaching bij mij afgenomen afgelopen 5 maanden. Had dat je dan waarschijnlijk meer geld gekost als je niet was gejoind dan dat je wel was gejoind? Wat denk je daarover? Het zou meer geld kosten en meer tijd. Meer tijd en meer geld voordat je resultaten hebt? Ja, ook. Zeker, man. Oké, nice. En hoe voel je nu dat je 15k per maand draait, 20-30% winstmarge op 20-jarige leeftijd, terwijl mensen van 40, 50 op hun kantoor zitten weg te rotten heel de week? Ja, hoe voelt dat? Voel lekker, hè? Ik voel me goed. Lekker. Maar nog steeds beide benen op de grond, zie ik natuurlijk. Zeker. Van, ja, we hebben nog heel veel te doen. We hebben nu 5 maanden op hol geknald. En nu gaan we de komende 3 maanden op Shopify knallen. En ik verwacht eigenlijk alleen maar betere resultaten bij jou. Klopt, zeker omdat je van inkoop naar branding gaat. Ja. Maar ook omdat we Shopify Facebook ads gaan runnen. Ja. En een echt merk gaan uitbreiden. En misschien nog wel eventueel Amazon voor jou erbij pakken. Als extra marketplace, man. Oké. Okay. En kan je zeggen wat je marges ongeveer zijn op een goede maand? Qua winstmarges die je draait op een 15k maand ongeveer? 20-30%. 20-30% gemiddeld, man. En zou je iemand aanraden om bijvoorbeeld bij ons, bij Ecom Elite, te joinen als die nog geen kennis heeft en nog niet is waar die wil bijvoorbeeld? En hoe belangrijk denk je dat het is om bijvoorbeeld zo'n mentor te hebben die zegt van oké, dit moet je doen, dat moet je doen, stap voor stap richting jouw eindresultaat. Hoe belangrijk denk je dat en zou je het iemand aanraden om bij ons te joinen? Ja, ik vind dat heel belangrijk en ik zou het ook aanraden om bij jullie te laten joinen. Jullie doen nice, man. Een op een gesprekken, dus jullie geven exact de stappenplan die je moet voldoen om de juiste resultaten te behalen. Zoals die andere goeroes die dat ja, je weet doen, toch, wat hun vooral doen is, hun doen 2 weken pump en dump. Ze leren jou in 2 weken goed te draaien, maar ik denk dat jij nu op een niveau zit. Je draait nu 15k per maand. Het is niet opeens dat jij deze maand 0k per maand gaat draaien. Nee. Omdat je al die consistentie en die fundering in je business hebt gebouwd. Ja. Dat je gewoon alleen maar omhoog gaat in plaats van alleen maar omlaag. Weet je? In het leven ga je of omhoog of omlaag. En jij bent echt op uplifting, man. Ja. Dus dat is sowieso nice. Ja, waar wij zo opgericht zijn ook evergreen producten. Wat jij mij hebt aangeleerd. Dus, hele jaar door kan je knallen, man, in plaats van 1 maand. Klopt, geen trendproducten, dus... Oké, man. En hoe reageerden je ouders toen je liet zien van... ik draai 15k per maand en je vrienden of... Nee, ik had het wel aan mijn ouders laten zien, dus... Ze waren blij. Verbaasd, blij. Ze nou, is het ook niet, weet je. Want je hebt zelf Marokkaanse achtergrond. Ja, klopt. Dus ik heb zelf Russische achtergrond. Je bent ook in Utrecht opgegroeid. Klopt. Dus waarschijnlijk ook niet in een rijke buurt, waarschijnlijk. Nee. Niet met rijke achtergrond van hele rijke ouders, zeg maar. Die ouders zijn waarschijnlijk als gastarbeiders hier naartoe gekomen destijds. Mijn moeder destijds ook, man. Dus dan kom je eigenlijk met meer honger, vind ik altijd. Omdat je wil natuurlijk bewijzen voor jouw ouders, voor jouw moeder, voor jouw vader, van hey, ik kan er wat van maken, jullie zijn naar dit land gekomen. Ja, en dan ga je meer knallen dan iemand die alles van papa en mama krijgt. Snap je wat ik bedoel? Je wilt ze goed zetten, snap je? Nice, dus, man. Ja. En wat moet je eigenlijk nu nog op dagelijkse basis doen om het succes te krijgen en te behouden wat je nu hebt met je bol business? Hoe ziet een dag in jouw leven er gemiddeld uit met je bol business, 20-jarige ondernemer die 15k per maand draait? Ja, ik zit op bol.com, maar ik zit alsnog nog steeds dagelijks. Ik zoek nog steeds nieuwe producten. Nieuw product, altijd bezig, hè? Altijd dus, beter met de volgende stap. Er is elke dag wel wat te doen. Je moet niet in je hoofd hebben van klaar, ik heb dit gedaan, ik ga nu even chillen. Nee, dat bestaat niet. Je moet al een volgorde hebben gemaakt in jouw agenda. Dat is het beste. Dan ga je voldaan aan die stappen, dan zit je goed. Dus jij werkt ook gewoon op zaterdag en zondag, ja toch? Ik werk elke dag. Nee, hij kan altijd elke dag. En weet je, dat is ook, je moet elke dag gewoon bezig zijn. Snap je. En die systemen bouwen. Oké, man, ik wilde even vragen. Kan je iets meer uitleggen over, natuurlijk, je draait 15k per maand en je hebt een aantal goedlopende producten. Kan je iets meer vertellen over product research? Want dat is het allerbelangrijkste in jouw business. Als je niet juiste producten hebt, dan ga je natuurlijk ook geen sales maken. Kan je iets meer vertellen over hoe je die product research hebt gedaan met behulp van ons? Ja, data is het belangrijkste. Dus je moet vooral... In plaats van emotie. Ja, klopt. Je moet niet je gevoelens volgen. Want die komt de gekste producten, maar die gaan het hardst die draaien. Je denkt van, dit product is niks, je weet toch? Soms hebben wij ook wel eens in die Zoom 1-op-1 calls gezeten. Ik dacht, wat is dit voor product, man? Ik ga hem niet noemen, maar ik dacht, wie gaat dit kopen? Maar als data zegt, van veel zoekvolume, veel sales. Klopt. Dat is veel beter dan jij denkt vanzelf, hey, ik vind dit een mooie lamp, dus ik ga die lamp online zetten. Zeker. Die strategie is perfect om te gebruiken om producten te vinden. Nice, man. En je weet zelf ook, er zijn heel veel goeroes en coaches die hetzelfde doen als wij doen. Ja. Wat denk je dat het verschil is tussen die goeroes die je proberen op te lichten of valse beloftes dat je in 3 maanden 10k per maand draait
of die jou geen goede coaching geven. Wat denk je dat het verschil is tussen onze coaching en bijvoorbeeld die andere goeroes die een slechte naam hebben, zeg maar? Ja, je hebt om de week heb je een call met jou. En groep. En de groep. En er wordt gewoon duidelijk een stappenplan voor jou gemaakt. Elke week wat jij moet voldaan. Ja, dat is het allerbelangrijkste. Dat je die stappen hebt van, hey, wat is mijn volgende stap? Zeker. Voor mijn volgende resultaat. Ja, bepaalde mensen vinden het lastig, weet je. Maar op een gegeven moment gaan hun dat aanleren, dan is het weer goed. Dat is ook weer die stapje die je aan de... Ja man, en nu ben je ook wel op een level, dan kan je ook wel beginners die bij ons in de coaching, bijvoorbeeld groepscoaching, ja, kan je ook gewoon eventueel zeggen, misschien kan je dit beter zo doen. Zeker. Dat je ook iemand gunt, weet je, die gewoon aan het strijden is en gelijkgestemd is, man. Zeker. Oké, man. En als je één advies had voor iemand die nu vanaf nul wil beginnen met e-commerce, of nu bezig is met Bol, of bezig is met dropshipping via Shopify, wat is nou het advies, één advies, als je één ding mag zeggen tegen iemand, van joh, dit moet je echt doen om dit resultaat te behalen en gewoon succesvol te zijn tussen aanhalingstekens en verder te schalen met je bedrijf? Gewoon instappen. Gewoon knallen. Gewoon erin gewoon stappen. Gewoon doen, hè? En mensen die jou slechte negatieve woorden... Omgeving. Ja, negatieve omgeving. En je moet gewoon doen, toch? Je moet gewoon doen. Die negatieve omgeving moet je gewoon vermijden, weet je. En op een gegeven moment ga je resultaten zien. Dan blijf je echt erin. Dan ga je echt niet weg. En dan komen vanzelf mensen straks naar je toe, man. Dat is het hele ding. Je moet nooit luisteren naar die familie of vrienden die je hebt. Als ze niet zijn waar jij wilt zijn. Stel je voor, je kan wel naar iemand luisteren die is waar jij wilt zijn. Dus bijvoorbeeld mentor. Of bijvoorbeeld als jij een beest in de gym wil worden. Dan ga je niet van een dikke gast personal training nemen, nee, toch? Dan ga je van ongelooflijk beest ga je personal training nemen, zeker, man. Dat is het allerbelangrijkste, denk ik, man. Ja, ook omgeving. Omgeving is echt belangrijk. En hoe belangrijk denk je dat je nu omringt met mensen zoals mij? Je hebt mij natuurlijk nu in het echt ontmoet. En andere gasten die hier ook zijn, die gewoon succesvolle BV's hebben opgericht. En in Nederland gewoon keihard echte business opbouwen. Hoe belangrijk denk je dat dat is? Straks gaan we ook hapje eten en connecten en business dingen overleggen. Hoe belangrijk denk je dat dat is om te omringen met de juiste mensen? Want als je in die negatieve omgeving zit, die je net zei. Ja, ja, dan ga je zelf ook uiteindelijk negatief mee. Je moet eigenlijk uit die omgeving en jezelf daarvan distancieren, man. Communicatie is key. Ja, key naar de succes. Ja, man. Je moet gewoon de juiste mensen om je heen hebben, weet je. En dat moet jij gaan opzoeken. Nice, man. En het is ook de manier, denk ik, hoe je daarop komt. Natuurlijk heb je bij mij coaching genomen, maar je komt ook dingen brengen, weet je wel. Veel mensen komen heel veel dingen halen en zeggen van, yo, kan ik gratis coaching krijgen? Kan ik dit? Kan ik dit? Maar zelf brengen ze zelf niks. Je moet ook zelf jezelf ontwikkelen natuurlijk als persoon en in je business voordat je... Dan kun je elkaar helpen op een gegeven moment. Dan kun je elkaar omhoog brengen, toch? Dan heb je wat aan elkaar en dan kan je gewoon samen knallen. Juist. Nice, man. Nou, dat was alweer het gesprek, man. Dus sowieso goed dat je er vandaag was. Heel was een goed gesprek, man. En ik hoop dat we wat mensen hebben kunnen inspireren om ook van 0 naar 15k per maand te draaien. En kijk, we hebben het hier over 15k per maand. En dat hebben we in 5 maanden tijd opgebouwd. En ik verwacht als we hier over een half jaar zouden zitten, dat Mohammed is gewoon een strijder en een knaller. Zit hij gewoon op 50k per maand met een team achter zich. Op Bol. En ook nog Shopify erbij. En eventueel ook nog Amazon. Dat je eigenlijk knalt. En nu gaan we eigenlijk op het moment voor hem een extra inkomstenbron creëren op Shopify. En wij hebben eigenlijk die bewezen stappen ook voor Shopify. Net zoals we die op Bol hebben gevolgd. Ja. Dat jij daar succesvol resultaat mee gaat behalen. En winstgevend gaat worden met de producten die je nu op Bol hebt. Dus je hebt nu producten op Bol. Klopt. En die gaan we dan ook Shopify testen. En zeker heb je die op inkoop. Dus je hebt eigenlijk al voordeel tegenover dropshippers die bijvoorbeeld uit China. Die met 12 dagen levertijd hebben. Klopt. Je hebt al een stapje voor. En je bent nog niet eens eigenlijk begonnen met eigen website. En zeker. Je draait al... En vooral als je gaat branden op jouw eigen merk, dan ben je helemaal binnen. Dan ben je helemaal binnen. Dus dan gaan we gewoon dat merk gewoon uitbreiden. En vaak zie je altijd mensen van, oké, ik moet meer producten en meer dit. Maar we hebben nu die winstgevende producten voor jou. En die gaan we nu branden. En dan gaan we al in op die producten. Weet je, Apple die verkopen ook voornamelijk alleen maar telefoons en computers. En hun gaan ook niet elke dag een nieuwe ring of nieuwe horloge maken. Hun gaan gewoon al in op die telefoons. Die telefoons zo goed mogelijk maken. En die telefoon gewoon door het dak heen knallen. En daarom kopen zoveel mensen bijvoorbeeld Apple. En dan gaan we voor jou ook gewoon een merk opbouwen. Dat je eventueel ook later zou kunnen verkopen. Dat jij denkt over een paar jaar van oké, er is een investeerder of zo. Ik heb dat vroeger ook wel eens gedaan. Ja. Die denkt van, yo, misschien wil ik nu dit bedrijf verkopen. Misschien wil ik iets anders gaan doen. Of ik wil gewoon een paar ton harken. En met die ton ga ik weer investeren in vastgoed. Of crypto of ander bedrijf opzetten. Snap je wat ik bedoel? En als je zou dropshippen. Ja, ja, iedereen kan je kopiëren, bro. Dan, dat is niet iets wat je op langere termijn wilt behouden. En dan je denk wilt ik echt verder gaan op eigen merk. Dus als je op eigen merk zit, dan zit je eigenlijk safe. Dat zijn eigenlijk die stappen die we hebben doornomen bij jou. Dat dropshipping, inkoop en branding. Klopt. En het is eigenlijk stapsgewijs dat je er naartoe bouwt met... Ja, eigenlijk heel weinig risico hebben we genomen in het begin. Zeker. Zonder voorraad in te kopen. En nu weet je gewoon, nu heb je die producten. Ja. Nu weet je als je inkoopt,
ja, die producten verkoop je sowieso. Nu heb je eerder problemen dat je die producten sneller in moet kopen, omdat de rest al weg is. Ja, snap je wat ik bedoel? Dat is die ja, dat, ja. Is de, dat is die hele ding. En dat zijn die goede problemen, man. Ja, man. Nee, dat is... Nice, man. Zeker, dan ga ik hem hierbij afronden. En voor iedereen die nu nog eens blijven kijken, we geven 2 gratis cursussen weg. En een gratis geheel 3 maanden traject. En het enige wat jij daarvoor hoeft te doen is comment hieronder hashtag II, double E in hoofdletter. En abonneer op het YouTube kanaal en dan maak jij kans om te winnen. Nou, super bedankt voor het kijken en ik zie jullie weer terug bij de volgende podcast. Ciao, ciao.